What's up mensen, welkom bij Wodka Boys. Vandaag behandelen we het merk Blavod Wodka uit Engeland. Dit is eigenlijk een vrij speciale wodka, want deze wodka is zwart gekleurd. En dat, ja, dat zie je niet vaak, tenminste ik heb het nog nooit gezien. Meestal zijn wodka's natuurlijk helder. Of je hebt de rode wodka variant, maar zwart, ja, dat is iets totaal anders. Dit is dus een vodka uit Engeland, gemaakt van granen en wordt 3 keer gedistilleerd. Eigenlijk door een kruid dat is gevonden in Zuidoost-Azië, maar ook te vinden is in Afrika, Centraal-Afrika, heb ik gelezen op Wikipedia. Altijd iets checken natuurlijk. Maar wordt de vodka eigenlijk zwart? Het zorgt eigenlijk niet voor dat de smaak verandert, tenminste dat geeft het merk aan. En wij gaan dus gewoon testen. Ja, de wodka hebben we dus gekocht voor 16,95 op een website. Op één website hebben we het eigenlijk maar gevonden. Maar ja, voor 16,95 krijg je dus een wodka van 0,7 liter en met een percentage van 37,5%. En ik mag hem best wel neervullen. Ja, toch? Ja, wel man. Dus nu gaan we gewoon bekijken. Ja, wat we van deze zwarte en Engelse wodka vinden. En we zijn heel erg benieuwd. Aparte kleur. Die was spannend uit. Ja, dat is iets heel anders. Dit is niet echt typisch. Dus ze hebben echt niks aan de smaak gedaan. Alleen de kleur komt erbij. Ja, de kleur komt erbij. Ja, ze hebben gekozen dus voor graanwodka. Ja. En het schijnt smooth te zijn. Ik ben benieuwd. Ja, dat ruikt wel gewoon neutraal zoals wodka hoort te zijn. Nee, daar gaat hij. Proost. Proost. Heerlijk. Heel lekkere vodka. Het brandt wel vrij heftig na. Maar de eerste smaken vind ik wel vrij lekker. Nee, niet voor mij. Nee? Nee, hij is niet voor mij. Ik vind hem mij. Iets te heftig voor je? Niet zozeer dat, maar de smaak vond ik niet zo fijn. Ja, hoe kan ik het eigenlijk beschrijven? De smaak, ik vind het. Waar vind jij het naar smaken dan? Ja, in het begin is het een beetje. Ja, het zijn heel veel graansoorten proef je eigenlijk. Ja, heel veel verschillende smaken komen. Ja. In één keer op jou. Ja. Dat kan misschien inderdaad overweldigend zijn, maar ik vind het begin. Het is een beetje zoet. En dan vrij snel wordt hij al een beetje bitter. Ja, bitter inderdaad. Maar ik vind het persoonlijk zelf niet zo erg, maar Nee. Het zijn wel heel veel verschillende smaken door elkaar heen, maar ik vind het wel lekker. Nee, ik vind de nasmaak ook niet, nasmaak is vrij hevig op mijn tong, op het moment. En dat vind ik, omdat ik de smaak zo niet zo lekker vind ik de nasmaak dus ook niet echt fijn op mijn tong. En ja, ik vond het ook vrij hevig banden. Ja. Ja, dat is het ging niet smooth, zoals wat wel hier op de tekst, als tekst staat op de achterkant, maar het ging echt niet smooth naar binnen. Het is minder smooth dan wij gewend zijn, zeg maar. Ja, en ik vond hem, het is wat leuks dat het zwart is, dat is iets speciaals. En het geeft een apart gezicht, maar qua smaak, ik vind het geen aanrader, maar jij... Ja. Ja, omdat ik natuurlijk zoveel verschillende vodka's al heb geproefd. En deze staat er helemaal buiten van, zeg maar. Ja, dat wel. Ja. Dat zeker. Maar het is ik denk voor de meeste mensen is het wel wennen. Omdat het zoveel verschillende smaken in één keer is. En hij is ook wel vrij bitter. En dat heb je meestal bij vodka niet echt. Nee. Nu hebben we echt twee verschillende... Meningen. Duidelijke verschillende meningen. Ja. Wat zou je dan geven? Ik zou het geen voldoende geven, omdat ik hem dus niet smooth vind. En een te veel smaken, die ik niet lekker vind, erin zitten. Dus ik vind het wel net de voldoende waard, 5,5, 6. Dat is toch wel, anders, het is zwart, het is iets wat dat is inderdaad wel grappig, inderdaad. Maar met een 5 ben ik nog heel gul. Dan houden we het op een 5. Yes. Dit was Wodka Boys. Ciao. Ciao.